We zijn eigenlijk wereldberoemd in de Omdiep, zeg ik wel eens. De mensen herkennen ons. De jongens worden aangesproken van, hey joh, kan je even langskomen? Of ja, de mensen herkennen de jongens. Je kan aan ons vragen wat je ook aan een vriend zou kunnen vragen. Nou ja, een vriend rekent ook geen geld. Okay. Die vraagt geen geld, dat doen wij ook niet. Nee. Dus dat is de opzet. Okay. Gratis voor de wijk. We zijn een reïntegratiebedrijf, dus ja, dan moet je wat gaan uitvinden om de mensen bezig te houden. En we hadden een heel goed contact met de Mitros en dat is een samenwerkingsverband geworden. Ja. En ja, wat kan je dan doen in zo'n wijk? Nou, zo'n wijk wordt heel veel gesloopt, heel veel gebouwd. Ja. Dus daar kan je dan inspringen door te helpen met verhuizen voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Behangen, het schilderen, het lampje ophangen, een plankje ophangen. Iedereen mag aankloppen, zolang ze maar in Ondiep wonen. Ja, tuurlijk. Zie je dat, dan ben ik weer. Meneer Van Es, goedemiddag. Even kijken hoor. Even kijken, die ken u nog niet. Maar zo. Dat mag je. Met mij alles goed. Nee, die moet blijven staan. Het is een beetje een misverstand met die boom. Ja, want die boom moet gekapt worden, begrijp ik, hè? Ja, het zit niet door mij, hoor. Nee. Maar op een gegeven moment mensen willen het hebben, zo. Ja, ja. En, want hebben ze gezegd dat ze er last van hebben? Ja. Die zei dat het, als ik het niet eruit haalde, liet doen, dat ik het zelf moest betalen. Nu zijn ze voor u aan de slag. Kijk eens hoe hard ze al aan het werk zijn. Ja, ik vind het enorm. Ja. Ik krijg een kleur als ze zo met mama mag hier in mijn tuin bezig zijn. Hè. Dat bent u niet gewend dat iemand anders iets voor u doet? Nee, helemaal niet. Er is geen mens die me zou kunnen helpen. Die zijn er niet. Wat nog wat. Maak je bij geld verdienen. De mensen krijgen bij ons een contract, dus ze gaan uit de sociale dienst vandaan, ze krijgen een contract en dat varieert van 32 tot 36 uur. Van die 36 of 32 uur moeten ze er 24 werken, minimaal, en de rest krijgen ze taalles, computerles, sollicitatietraining, werknemersvaardigheden en al dat soort dingen, net wat ze nodig hebben. Iedereen die zich vrijwillig meldt, die zou aan de bak kunnen. Er zijn mensen bij die wel willen, maar niet technisch zijn. Nou, daar doe je allerlei dingen mee en dan zie je op een gegeven moment dat ze handiger worden. Dat ze zelfstandiger worden, dat ze meer durven. En zo groeit dat heel langzaam. Ik heb ADHD, dus ik ken nog alles uit de hoek komen. Weet je, dat ik iets zeg wat ik later spijt van heb. Ja, heb ik een beetje in grove bewoordingen, heb ik mijn mening gegeven. En toen had ik ook geen zin meer om daar te werken knoken. Dus hebben ze me hier geplaatst. En totdat er weer een plek is in een ander project. En dan ga ik weer de schoonmaken in, maar dat doe ik het liefst. Een gedeelte gaat de WSW in. Dus die blijft onder de paraplu van beschermd werken hangen. Ja. Een gedeelte zou gesubsidieerd werk kunnen doen en een gedeelte zou moeten uit kunnen stromen. Maar het gaat een beetje langzaam nu de tijden wat slechter zijn en de bedrijven ja, houden toch de deur dicht. En de recessie speelt daar ook een precies, rol in. Dat is gewoon zo, daar heb je last van. Ja.